Laat ik dus al de eerste man op het podium roepen. Een applaus graag voor Han Soete. Han, we gaan het zo meteen hebben over die kunstenaars die vanmorgen mee naar die piketten zijn getrokken. Nee. Want jij hebt hen begeleid, zeg maar. Maar eerst misschien iets over vandaag. Er is heel veel gedebatteerd vandaag in Vooruit. Je zou je kunnen afvragen, ja, is dat nu nog het goede moment? Hè? Want er is al veel van tevoren over gezegd. En vandaag was het dan wel al zover? Maar ik denk dat het maatschappelijk debat dat hier vandaag is gevoerd, dat we daar nog wel een tijdje zullen voeren, dat we daar nog niet uit zijn. Ik denk de mensen die debatten hebben, ik heb wat echo's gehoord, dat het helemaal nog niet rond is, dat debat. Dus ik denk dat ook op zo'n moment van een staking vind ik juist een debat om het gaat om inhoud. Mensen staan niet zomaar op straat voor niets. Om daar inhoud aan te geven, vond ik dat een fantastisch idee om eigenlijk met de Vooruit dat samen te kunnen doen. Ja, en wat vindt u eigenlijk van de manier waarop het debat al is gevoerd? Er is eigenlijk nog geen debat gevoerd. Hè. Dus er is een regering die een regering die heel lang over BHV heeft gekletst en dan op een paar weken tijd een maatregel door de strot van de bevolking ramt. Ik neem nu die woorden omdat de mensen dat ook zo ervaren. En het is ook wel zo gegaan, hè. Zeer korte tijd, maatregelen. En er is nu ook geen sprake van dat daar nog iets aan gewijzigd kan worden. Ja, dat is nog geen debat. Dus het debat moet eigenlijk op gang komen. En dat vind ik goed aan dit initiatief. Dat is dat je het maatschappelijk debat echt voeding wil geven, diepgang wil geven, voorbij het... een staking stoort. Ja, een staking stoort. Ja. Dat is eigenlijk wel de bedoeling van een staking. Hè? Dat het land platleggen. Dus daar voorbij kijken en zeggen, waarom doen we dat eigenlijk? Waar doen we met deze samenleving nog naartoe? En begrijp je dat er de voorbije dagen en weken was er ook wel wat kritiek op bijvoorbeeld de vakbond, hoe ze dit hebben aangepakt. Jongeren die zich niet meer aangesproken voelden door die manier van doen. Is dat iets waar je, want De Wereld Morgen heeft wel enige sympathie met de vakbond, hoe jij daar kan naar kijken? Kritiek op mensen die actie voeren zal er altijd zijn. Dus ik heb daarom ook die geschiedenis van het klagen over stakingen gepost op Twitter en op Facebook en overal waar je het maar kon vinden. Omdat dat zo oud is als er vakbonden bestaan, wordt er geklaagd en gezaagd over het feit dat mensen op straat komen voor hun rechten. Of dat te maken heeft met oud-jong, dat denk ik dat een fantasietje is. Dus als je naar de stakingsposten gaat, de jonge arbeiders, de jonge bedienden zijn daar even goed aanwezig als de ouderen. Maar de oproep was er toch wel ook van mensen die de vakbonden eigenlijk in C genegen zijn van ja, is het niet het moment om na te denken over een andere vorm, een andere manier van communiceren, waardoor dat meer terug op een nieuw elan geraakt? Maar dat vind ik geen probleem. Dat is een maatschappelijk debat over welke actievormen gebruiken. Dat hebben we hier ook proberen voeren deze namiddag. Ik denk dat je dat best toch wat meer onder als gelijkgezinden mag voeren. Want zelfs binnen de vakbond zijn daar discussies over hoe voeren we op de beste manier actie. Ik vind dat heel normaal dat je bij waar we nu voor staan, de diepste crisis sinds Wereldoorlog II, dat er ook debat is onder de mensen die willen zomaar over zich heen laten komen. Dat lijkt mij eigenlijk normaal. Dus ik begrijp niet goed, begrijp wel dat er veel commotie over is, maar ik vind dat de normaalste zaak van de wereld, dat daar veel maatschappelijk discussie en debat aan, eigenlijk nog veel te weinig. Ik vind dat er nog veel te weinig mensen betrokken worden bij dat debat, want het gaat wel reëel om onze toekomst, van ons allemaal en van de komende generaties. Nu, jij bent, ik zei het al, met een aantal kunstenaars vanochtend naar de piketten getrokken. Ja. Hoe was dat? Ik denk dat dat heel tof was. Heel interessant, heel boeiend. Onze bedoeling was een beetje, ik denk, dat moeten zij straks maar vertellen. Maar wij hadden het idee, we kennen een paar kunstenaars, ik ben zelf ook wel een intellectueel. En in mijn omgeving voelen we dat zo'n piket, mensen kennen dat eigenlijk, die zijn nooit naar zo'n piket geweest. Veel mensen zijn daar denk ik ook een beetje bang van. Zijn daar bang van en stellen zich daar van alles bij voor. En eigenlijk hadden wij spontaan al zelf gevraagd aan een aantal kunstenaars die wij kennen, zou het geen idee zijn om met ons mee te komen naar een piket. En toen dat initiatief van hebben we dat hier voorgesteld. En natuurlijk is dat nog veel leuker als je dat op zo'n manier kan gaan doen. Om gewoon eens die confrontatie van die werelden, dat is laten botsen en een nieuwe wereld die open gaat. Die ervaring op te doen. Was jij soms een beetje een vertaler, zeg maar? Nee, dat had ik eigenlijk helemaal niet, dat gevoel. Dat was eigenlijk absoluut niet nodig. Dus de mensen aan de poort, die spreken mensentaal, heel duidelijk. Nee, dat is echt waar. En ook, je had wel, het was een beetje koud watervrees. Als je daar, we zijn begonnen aan Volvo. Dat is een groot piket
waar de mensen ook nog staan, de rode bijen, de groene bijen, de blauwe bijen. Dus dat is een beetje intimiderend. Zelfs voor mij, en ik doe dat wel regelmatig. En dan voelen we wel dat dat even van, hoe moeten we ons een draaier vinden? Maar we zijn daar echt moeten mensen bijeentrekken van, mannen, we gaan naar het volgende piket, want zo, men was al vol een bak jasjes aan het uitwisselen en dergelijke. Wel, ik ben zeer benieuwd naar het resultaat. We gaan ze zo meteen hier op het podium halen. Hans Soete, dank je wel. Ja. Ja, en man gaat ook nog foto's nemen, dus misschien ziet u wel nog iets terug van deze avond op dewereldmorgen.be. En het is hier dus al gezegd, hè, vanochtend vroeg zijn dus een aantal artistieke zielen in de Vrieskou naar die piketten getrokken om eens te zien hoe dat is. We gaan u vanavond hun impressies tonen in de taal en de vorm die hen het meest eigen is. En we beginnen met twee theaterkunstenaars, dus geen acteurs, maar echt theaterkunstenaars, Leentje van den Bussen en Peter Aars. Leentje van den Bussen maakt performances vertrekkende vanuit grafische ervaring. Zij studeerde nog niet zo gek lang geleden af aan de Koninklijke Academie hier in Gent met de performance Beckett op zijn plaats, wat haar inspireerde tot meer Beckett en haar eerste echte voorstelling Beckett van A tot Z, waarin ze alle woorden uit Wachten op Godot in alfabetische volgorde reciteerde. Ze is nu aan het werken met Thijs Keulemans en Peter Aars, dus die man die ik zo net al vermeldde, aan X, een oefening in verdwijnen over de dood en het sterven, moet in mei dit jaar uitmonden in 3 voorstellingen, dus misschien wel iets om echt in de gaten te houden. Peter Aars is dus meegekomen. Hij gaat in zijn werk op zoek naar de verhouding individu-maatschappij, zeg maar. Maakte al een voorstelling over het effect dat materiële welvaart heeft op de vorming van identiteit. Maakte ook samen met Thijs Keulemans een soort docu-voorstelling over de hobo's in Amerika en hun zoektocht naar die illegale reizigers op goederentreinen en dergelijke meer. En typisch aan hun voorstellingen is dat ze bij manier van spreken uit het vliegtuig stappen, meteen het podium op en via hun impressies eigenlijk hun ervaringen willen delen. Dus ik ben zeer benieuwd wat hun ervaring van vanochtend zal teweegbrengen hier zo meteen op het podium. En meteen daarna krijgt u 2 zeer op elkaar gelijkende talenten te zien. Want Stefanie en Barbara Klaas zijn niet alleen kunstenaars en zussen, maar het zijn ook echte tweelingzussen, of hoe 1 en 1 echt meer dan 2 kan zijn. Ook zij zijn dus vanochtend vroeg naar de piketten getrokken. De 2 dames zal u misschien herkennen uit Familie, waar ze even de revue zijn gepasseerd. Maar ze maken vooral ook theater, een voorstelling Triomf bijvoorbeeld, een voorstelling die echt tegen de grenzen van het theater aanschurpt, ook het multimediale kennen daarin een plaats. Dus wie weet is dat ook vanavond hier het geval. Alles behalve een doodgewone voorstelling, alleszins. Dus zometeen dan de 2 zusjes, Stefanie en Barbara Klaas. Maar eerst, zoals gezegd, Leentje van den Bussen en Peter Aars. Een applaus graag. Goedenavond. Goedenavond. Wij werden deze morgen gevraagd, of vorige week werden we gevraagd om mee te gaan naar de piketten. Nu, de piketten, ik had er al van gehoord, je ziet dat op het nieuws, een beetje dezelfde beelden zoals je daarnet hebt gezien. Het eerste dat eigenlijk opvalt als je naar zo'n piket gaat, is het vuur. Daarom hebben we een beetje vuur meegebracht voor jullie. Zo'n dvd'tje dat je kunt kopen voor 2,99 euro. De vlak bijvoorbeeld. De blokker, deze. De blokker. Om ons op te warmen eigenlijk, het is behoorlijk koud. We zijn deze ochtend vertrokken van de vooruit met 2 auto's naar de Volvo. Nu, de Volvo ken ik al een beetje, maar niet in deze sfeer. En als je toekomt zie je groen. Rood. Rood en blauw. Blauw. De groenen waren in de meerderheid. En wat dat ook opviel, waren dat de mensen heel hard bij elkaar bleven. Dus de groenen bleven bij elkaar, de rode bleven bij elkaar en de blauwe. De groenen hadden koffie en koeken. De blauwe hadden pintjes en jenever. En de rode hadden een heel groot vuur. Ja. We zijn rap bij de blauwe gaan staan. En toen de pintjes. We kregen ook een beetje een vestje. Dat een vestje om 6:30. Ja, uiteindelijk valt dat heel goed mee. Een sjaaltje. En een sjaaltje nog. En het eerste gesprek dat ik met hun gehad heb, ging eigenlijk over waffelen. En ik vond me eigenlijk heel vreemd, zo vroeg in de ochtend. Met wel het vreemd omwille van de staking.
dat je daar dan zit en je hebt het over zwaffelen. We hebben ook ons best gedaan om over inhoud te babbelen. Ja. Waarover dat de staken heen en zo. Maar nu, telkens als je vroeg aan iemand van de mensen zo, waarom staak je of waarom ben je hier, krijg je praktische zaken. Ja, we zijn van de ochtendploeg of we zijn van de nachtploeg, dus zijn we maar gebleven. Maar als het over inhoud, kreeg je vroeg een delegeer langs de kant die zo kwam meepraten en de standpunten zoals ze gekend zijn op papier. Probeer ze die heel goed uit te leggen, je kunt vragen stellen. Heel duidelijk eigenlijk. Maar als je dan zo aan een jonge gast, ik stond op een bepaald moment bij een jonge gast. De professor. Hij was al 4 jaar aan het werk bij de Volvo en aan de band. En zijn verhaal was eigenlijk kort en duidelijk om te zeggen van ik wil eigenlijk dit niet doen voor de rest van mijn leven. Ik zie dat ook niet zitten om heel lang te werken aan de band. Het is geen toffe job. 4 jaar te lang. Ja, dat was 4 jaar te lang al voor hem eigenlijk. Dus hij was aan het bijstuderen. En het verschil met vond ik dan, zoals ik dat met iemand die ouder was sprak, die wou zijn carrière daar wel uit doen. Dus ik had zo het gevoel van misschien is dat een interpretatie van mij, ik probeer geen conclusies te trekken ofzo. Maar bij die jonge gast, vooral het besef dat dat niet voor altijd is. Terwijl ik weet van mijn vader bijvoorbeeld, als hij startte met zijn werk, was dat echt wel het idee van dit is voor de rest van mijn leven. Dus zorg dat je een goede job hebt. Ja. Bij een Sigmar was de ervaring wel enigszins anders. Dan hebben we het ook al met mensen die niet... Geen afgezanten van de vakbond. Die wel heel openlijk en heel ingenomen waren en heel duidelijk hun standpunten aan het uitleggen waren. En onder meer was er een man die echt aangenaam was van de situatie waarin dat veranderd was in Sigmar. Ze zijn van 4.800 werknemers naar 3.800 gegaan. Arbeiders dan, de bedieners staan daar nog los van. En het bedrijf zegt wel dat de veiligheid op plaats nummer 1 staat, maar volgens hem was dat langs geen kanten zo. En dat is eigenlijk echt aandoenlijk om te horen. Vannacht, toen ik aan het uitkijken was naar de vroege ochtendspit, dacht ik nog aan de film Daans en hij bracht dat ook op. Zo van die toestanden zijn wij eigenlijk nu aan het werken. We zijn echt aan het wachten tot er mensen zich zeer doen verongelukken of wat dan ook. Het is echt, we hebben echt 10.000 man nodig om het te kunnen maken. We zijn dus heel vroeg opgestaan. Het is een van onze langste werkdagen ooit, tijdens de staking. Ja, wij zijn verplicht te staken vandaag en we hebben thans hard gelabeurd. Ja, veel werk. En dan zijn we eigenlijk, dus we kregen koeken nog aan Sigmar en dan zijn we naar, kregen we te horen dat de brug van Zelzaad open stond. Dus zijn we gaan kijken en dus daar stonden geen piketten, niks eigenlijk, gewoon zo die twee bruggen, die bleven niet dicht, maar die stonden open. Nu kregen we het verhaal achteraf te horen. Bij de vorige staking deden ze de bruggen dicht. Dus dat betekent dat de schepen niet door konden. Dus hebben ze nu, omdat ze wisten dat die schepen dat er overal gestaakt werd, dat die schepen eigenlijk ook niet gingen werken, hebben ze besloten om ze open te doen, zodanig dat de mensen die daarover moesten, dit ook mee konden, dat ze het ook zouden voelen. Nu, we stonden aan de ene kant en toen kregen we door de micro te horen van de brugwachter dat we een goede vraag moesten stellen. En dat hebben we gedaan. Dat hebben we gedaan. Zijn we volledig rondgereden, de tunnel in. En dan zijn we naar boven gegaan in die toren. Een prachtig uitzicht over de kanaalzone en de neus. En dat is dus eigenlijk één man die kan beslissen of die kan ervoor zorgen dat heel veel mensen problemen hebben. De schoolgaande jeugd die niet naar de school kunnen om dat kanaal over te geraken. Dus het werk van ene mens heeft eigenlijk wel gigantisch veel invloed op wat er daar gebeurt. En door het feit dat hij dat nu openzet, verandert heel veel voor iedereen die daar woont, die eventjes naar de overkant moet naar de winkel. Dat vond ik wel fantastisch, dat zo'n ene persoon eigenlijk zo'n grote invloed heeft en de mensen hebben dat helemaal niet door, door jullie en ik. Wij gaan altijd over die brug heen en terug, maar je hebt niet door dat ene mens is die daar staat te werken en zo'n één individuutje, ja, dat is ook mijn ding, één individuutje daarvoor beslist wat dat allemaal kan gebeuren. Ja. Dus dat was eigenlijk een heel mooi moment. Dat is een heel sympathieke mens die ook eigenlijk graag heeft gevraagd dan hier bij ons op podium. Die had ook zoiets van, daarnet waren er ook al journalisten
Maar ik heb ze niet binnengelaten, die zagen er sympathiek uit, dus kom dan naar boven. En die schetste het probleem ook ruimer, had het ook over de bankencrisis en de afgelopen grote pijnpunten, dat echt wel een probleem is dat echt veel dieper moet en genuanceerder moet bekeken worden dan hoe dat het nu verlopen is. Dus we hebben wel iets bijgeleerd, behalve de kleuren, de printjes, de koeken, de koffie. Maar er wordt veel gepraat, hè. Er zijn gigantisch veel meningen. Ja, ik weet het niet. Daarvoor probeer ik ook na te denken. Moet ik nu voor of tegen zijn? Maar het is gewoon, je moet daar naartoe gaan, denk ik. En dan wordt er heel veel gebabbeld en zo. Het is echt wel de moeite om daarbij te gaan staan. En aan een vuurtje staan is sowieso altijd ontspannend. Ik heb de indruk. Ja, en daar zijn we. Want dat was toch wel soms wat teleurstellend dat er... veel mensen staan, maar daar niet in, wij noemen het nu gezelligheid, maar het is veel meer dan dat, maar daar niet fysiek aanwezig willen zijn, of kunnen zijn, of daarvoor beslissen. Het maffe van zo'n dag is ook dat je veel mensen, die dat is geen verlofdag of zoiets, dan doen ze dingen die ze anders niet doen. En ook, jullie zitten hier bijvoorbeeld, wij zijn naar die piketten geweest. Dat is allemaal buiten onze normale gang van zaken. Als je 4/5 werkt of zo, dan is die vijfde dag om nog die boodschappen te doen, nog iets met de kinderen te doen. Allemaal heel strak georganiseerd. En zo'n stakingsdag geeft zo'n soort van zo'n schop onder je kont om iets anders te doen. Wat ik heel aangenaam vond eigenlijk vandaag. Ja, om te wachten. Ja. We hebben nog een fragmentje bij om mee te eindigen. Steve Davidson is een Nederlandse kunstenaar van de Situationisten, dat is in de jaren 70. Die mens is al overleden, maar het fragment dat jullie gaan zien is van 1979 en ik hoor jullie dan nog mee geven. Tot zover. Dank je wel. Grootvader staat er gewoon voor een vijfdaagse winkel. Nou, niet tevreden, voor brood op de plank en sociale zekerheid. En je ziet gewoon dat die maatschappij nu op een andere manier slachtoffers maakt. Dat is er. Je sterft niet aan de kant van de weg meer. Maar je wordt gewoon van eenzaamheid kom je om. Omgeven door allerlei elektronisch speelgoed. Wat toch niet goedemorgen tegen je zegt. Als je op je 20ste verdomme een baan neemt en je zit bent verdomme computerman. Of wat heb je voor klote jobs vandaag de dag? Monotome, automatische kankerwerk. Waarvan je nooit het eindproduct ziet. Waar je niets ziet van jezelf. Deze ponskaart is van mij. Nee. Dan denk ik van, je weet niet wanneer de mensen doodgaan. Ze zeggen wel 80. Maar waar is de enige manier van vrij leven, vrije uitwisseling? Het is nog steeds het gevecht. De generatie van Gino moet weer er tegenaan. En die zal op voor ons schokkende manier zich gaan manifesteren over 10 jaar.
2 uur werken, 3 uur werken, 4 uur naar koek. 5 uur werken, 6 uur werken, 7 uur werken, 8 uur naar huis, 9 uur eten, 10 uur slapen, 11 uur slapen, 12 uur slapen, 1 uur opstaan, 2 uur een sigaret, 3 uur slapen, 4 uur een koek, 5 uur slapen, 6 uur slapen, 7 uur opstaan, 8 uur de koffie, 9 uur gaan werken, 10 uur gaan werken, 11 uur een koffie, 12 uur een koffie, 1 uur een boterham, 2 uur werken, 3 uur werken, 4 uur een koffie, 5 uur werken, 6 uur naar huis. 7 uur een koek, 7 uur een koek, 8 uur naar huis, 9 uur eten, 10 uur slapen, 11 uur slapen, 12 uur slapen, 1 uur dromen, 2 uur dromen, 3 uur dromen, 4 uur dromen, 5 uur een sigaret, 7 uur een sigaret, 8 uur gaan werken, 9 uur gaan werken, 10 uur gaan werken, 11 uur gaan werken, 12 uur gaan werken, 1 uur de boterham, 2 uur werken, 3 uur werken, 4 uur een sigaret, 5 uur een boterham, 6 uur naar huis, 7 uur naar huis, 8 uur naar huis, 9 uur eten, 10 uur een sigaret, 11 uur slapen, 12 uur een sigaret, 12 uur een sigaret, 1 uur slapen, 2 uur slapen, 3 uur werken, 4 uur werken, 5 uur werken, 6 uur gaan slapen, 7 uur slapen, 8 uur congé, 9 uur een koek, 10 uur werken, 11 uur slapen, 12 uur slapen, 1 uur, 2 uur, 3 uur, 4 uur, 5 uur, 6 uur, 7 uur gaan werken, 8 uur gaan werken, 9 uur een koek, 10 uur een sigaret, 11 uur gaan slapen, 12 jaar gaan werken, 13 jaar gaan werken, 14 jaar gaan werken, 15 jaar gaan slapen, 16 jaar een koek, 17 jaar een sigaret, 18 jaar een sigaret, 19 jaar gaan slapen, 1, 2, 3, 4, 4 jaar gaan werken, 5 jaar gaan werken, 6 jaar gaan slapen, 7 uur gaan eten, 8 jaar gaan slapen, 9 jaar een sigaret, 8 jaar gaan slapen, 9 jaar een sigaret, 8 jaar werken, 9 jaar werken, 10 jaar werken, 11 jaar werken, 12 jaar. 3 uur gaan werken, 4 uur gaan werken, 5 uur gaan werken, 7 uur een koek.
Das die Rupos noch als Mand. Den Index. Das für der Werkmann sieht er van af. Schulden gemaakt de banken. Wie moeten daar recht zetten? Wie moeten daar recht zetten? Overal op besparen en de bruggenpensioen, die worden ook opgetrokken. En de vraag, flexibiliteit. En het allemaal de vraag, flexibiliteit. Dat die rupo's een engagement. Hetgeen dat ze van plan zijn, of hetgeen dat wij doen, de regering, hun maatregel. Dat maakt de regering hun maatregel. Nu niet doen, niet op straat komen, geen piketten zetten, geen holen stellen. In feite, een keer op brugpensioen moeten gaan. Hoe proef dat we zijn. Hoe proef dat we zijn. Dat die rupo zijn engagement. Iedereen is vrij wat hij doet en wat hij wil. En dat zeg ik met mijn eigen. Dat de vrouw van de mensen die niet komt. De mensen die niet komen. Maar wat zal er bezig zijn? We kunnen daar nu over klappen. Dat die rupo's nog eens met. En het gaat nog aan de toekomst toe. Dat de toekomst dat zij. Ik heb een zoon. Ik heb een zoon en een dochter. En dat een naam brengt. Dat zuur dat de naam brengt, dat de naam dat. Van al die belasting, dat de taluze betaalt, onder die taluze betaalt, test fiscaal, en dat de rupo's een engagement. We kunnen daar nu over klappen. Als je dat wilt, Electrabel en de kerncentrale en al. Dat is de toekomst. Dat zuur de toekomst. Mijn zoon, het is niet de 7e, 10e jaren. Je hebt de rupo's nog eens gemaakt. Als een ding niet vragen, dan dat een. Ik zie in de toekomst moet zwart, zo zwart. Dat is zuur. Dat de rupo's nog eens gemaakt. En ik ga niet meer dat het nu weet dat het zijn.